Hallo en welkom terug bij een nieuwe video. Vandaag gaan we het hebben over een bikefit die ik 1,5 maand geleden heb gedaan bij Bikeshoe4U. Hoi, mijn naam is Daan van Bikeshoe4U en vandaag gaan we een bikefit doen. We beginnen altijd bij een bikefit met de intake. Ik wil eerst graag weten wat voor renner ik voor me heb. Wat zijn de doelen van de renner? Wat zijn de klachten van de renner? En waarom fietst hij en waarom wil hij een bikefit? Goed om te vertellen dat ik al schoenen heb uitgezocht, dus een tijdje geleden. Ik heb er al 1 maandje op gereden. Schoenen zitten perfect, alleen ik merk dat ik nog niet helemaal goed op de fiets zit. Dus het is top dat we vandaag die fit gaan doen. We beginnen even met een korte zijaanzichtanalyse. Door te kijken naar hoe de renner op de fiets zit en wat er in grote lijnen allemaal opvalt. We hebben de zijaanzichtanalyse gedaan. Daaruit blijkt dat er niet heel veel aanpassingen hoeven plaats te vinden in eerste instantie. Dus ik wil me graag gaan focussen op het aftellen van je schoenplaat en het uitlijnen van de knieën. Voordat we weer terugkomen bij de perfecte zadelpositie. Ik heb met een rode stip het midden van je enkel gemarkeerd en met een witte stip heb ik het midden van je knie gemarkeerd. We beginnen daarna met het vooraanzicht. Het vooraanzicht is het afstellen van de schoenplaat, oftewel het uitlijnen van de knieën. Dus we kijken naar hoe de benen en de knieën belast worden van de fietsen en hoe we dat met de schoenplaat zo natuurlijk mogelijk kunnen maken. De rode stip op het midden van de schoen, dat is het middengewricht van je enkel. En de witte stip op het midden van de knie, dat is het midden van de knie. En het is zaak dat die twee zoveel mogelijk zijn uitgelijnd. Je ziet dat de knie eigenlijk heel erg naar binnen komt. Dus dat het gewricht van je knie echt aan de binnenkant loopt van de gele lijn in dit geval. Andere been, ja. Die loopt een stuk beter. Dat de uitslag van je knie, dus van de witte stip, ja. Een stuk minder groot is. Je ziet dat ze niet helemaal perfect onder elkaar staan. Dus daardoor ga ik nu je schoenplaat verzetten. Ik stel de schoenplaat af over 5 assen. Te beginnen met de juiste voor-achterpositie van de schoenplaat. Dus we bepalen op welke hoogte die komt. En de tweede, die pakken we gelijk mee, is naar binnen of naar buiten. En dat doen we op basis van de video die we net zagen. We hebben de middenvoetsbeentjes genoteerd, gemarkeerd. En de schoenplaat hebben we op deze positie afgesteld. En dat is eigenlijk de basis voor de fietshouding. Naast het afstellen van de schoenplaatjes krijg ik ook nog custom zooltjes in mijn schoenen. Deze gaan eerst in de oven om ze kneedbaar te maken. En daarna worden ze gevormd naar de onderkant van de voet. We zijn klaar met de schoenplaatafstelling. We hebben hem zo ver mogelijk naar achter gezet. Zo ver mogelijk naar buiten betekent de voet zo ver mogelijk naar binnen. Daarnaast zijn we aan het kantelen gegaan met de opvulplaatjes, zowel aan de buitenkant van de schoen als in de schoen. En we hebben de schoen voorzien van betere zolen. En dat zorgt ervoor dat het A beter voelt voor jou en B dat het er beter uitziet op de laserlijn. Je ziet aan de linkerkant dat je been iets meer naar buiten liep in het begin en dat dat nu rechter loopt. Dus de bewegingsuitslag van de knie is kleiner geworden, daardoor de efficiëntie groter. En aan de rechterkant zie je dat ook. Het grote verschil aan de rechterkant is dat die wel heel erg naar binnen blijft staan, die knie. Nou, dat is gewoon de natuurlijke beweging en positie van jouw been. En ik weet niet of je dat met een afstelling er helemaal uit kan krijgen. Maar het voelt wel veel beter dan dat we begonnen en dat is natuurlijk ook positief. Het vooraanzicht, dat sluiten we af. De knieën zijn uitgelijnd. De basis voor de fietshouding is gelegd. We gaan nu door naar de zadelpositie. We gaan kijken naar de hoogte en de voor-achterpositie, om dat ook feitelijk goed af te stellen. En als dat gedaan is, dan zit je feitelijk eigenlijk goed op de fiets. En op de feiten stemmen we het stuur af. Dus het stuur pakken we als laatste, omdat dat eigenlijk een persoonlijke afstelling is. Voor mijn zadel hebben we een klein stukje omlaag gezet en een klein stukje naar voren. En we hebben de shifters veranderd. Voor mijn gevoel dus allemaal kleine dingetjes, maar je merkt wel gelijk dat ik beter op de fiets zit. We hebben het zadel een stukje laten zakken. Om iets meer contact te maken met de benen. We hebben de punt iets omhoog gezet. En hij is een klein beetje naar achter gegaan om de balans weer te herstellen op de fiets. We zijn beide overtuigd van de stuurpenlengte en de stuurkeuze. Het enige wat we hebben gedaan is we hebben de shifters een klein beetje naar binnen gezet. Om iets meer de natuurlijke stand van de hand te ondersteunen. Na de bikefit wordt de hele fiets opgemeten en genoteerd in het persoonlijke bikefit rapport. Oké, we zijn inmiddels 1,5 maand verder. En in het begin moest ik echt even wennen aan de nieuwe houding op de fiets. Voor mijn gevoel was ik echt zo een stuk omlaag gegaan. En ook mijn schoenplaatjes waren naar achter geplaatst, dus wat meer naar het midden van de voet. Dat was ook vreemd in het begin, maar na 1 of 2 ritjes merkte ik een groot verschil. En het grootste verschil merkte ik in het feit dat ik ineens hele goede benen had. En dat was niet 1 dag zo, dat was gelijk het ritje daarna ook zo, en dat was daarna ook zo, en dat was daarna ook zo. En ik moet eerlijk zeggen, het is echt lang geleden dat ik dat gevoel heb gehad dat ik echt... Ja, zo goed op de fiets zat en zo goede benen heb. Dus ik denk echt door die bikefit te hebben gedaan, dat ik wat lager ben gaan zitten. Maar ook omdat wat ik nu heel erg voel is dat de druk over mijn hele voet verdeeld is.
denk ik echt dat ik mijn kracht iets beter kwijt kan. Dus in de bikefit eigenlijk niet zo heel groot verschil. Kleine aanpassingen, maar in het resultaat op de fiets voor mij echt een wereld van verschil. Dus een resultaat dat ik niet had verwacht, in ieder geval niet in deze extreme mate. Super blij mee, Daan, bedankt hiervoor, voor mijn goede benen. Mijn vrienden zijn er iets minder blij mee, maar goed, dat is niet jouw probleem. En voor de mensen die gekeken hebben, ik hoop dat het leerzaam was. In ieder geval bedankt voor het kijken. Heb je vragen, stel ze gewoon in de comments. En vergeet niet te abonneren, daar help je mij en mijn kanaal ook verder. En dan word je op de hoogte gesteld als er nieuwe video's komen. Bedankt voor het kijken.